Dit is Zaan Radio. Overal in de Zaanstreek. Een hele goede avond. Een hele goede avond, beste luisteraars. U luistert live naar Zaan Radio Wit Puja. Elke maandag van 10 tot 11 uur in de avond. Op de frequentie 107.1. Janneke Gulewame en 103.3 op de kabel. Ik zou zeggen, ik zou Pratri. Een fijne avond. En dan hierna een interview. Nieuw talent en Hindoestaanse en ook nog van onze Nederlandse bodem. Ze zingt nog niet zo lang, maar ik voorzie grote dingen voor haar in de toekomst met zo'n stem. Ze heeft een bereik van 3 octaven en heeft nu al gezongen met een van de grootste soultalenten uit Chicago. Nieuw Hindoestaans talent. Jazz song. Kya jaane kaise hum tumse pehle jeete rahe. En het is vandaag 4 november 2013. En luister live naar Zaan Radio Wit Puja. Met nu een interview. Ik heb vandaag iemand in de studio die gaat interviewen. Welkom in de studio. Wie ben je? Dankjewel. Ik ben Amrita Jasmine. Ik ben geboren in Nederland en opgegroeid in Amsterdam, de hoofdstad. En momenteel woon ik sinds ongeveer 1,5 jaar in Birmingham, Engeland. Ja, het is best een uitdaging om hier te wonen. Best leuk, leuke ervaring, apart. En ik heb altijd wel van muziek en van zingen gehouden. Ik ben op vrij jonge leeftijd begonnen met zingen. Maar op een gegeven moment toen zei mijn moeder dat ik ermee moest stoppen. Want het was onrealistisch om te dromen om iets met zingen te gaan doen. Ze vond dat ik eigenlijk een studie moest afmaken en een baan moest zoeken. En zoals alle ouders. Ja, en me met realistische dingen moest bezighouden. Mm-hmm. Dus toen ben ik gestopt. En sinds heel kort geleden ben ik weer begonnen met zingen. Nou, dat is leuk. Wat voor muziekstijl zing je, Amrita? De stijl waar ik mij het meest in thuis voel is neo-soul. Dat is een soort nieuwe vorm van soulmuziek. Of jazzy pop. Dus dat is ook wel popmuziek, lichte muziek, maar dan een beetje in de stijl van jazz en blues of een beetje groovy. Daar voel ik me het meest in thuis. Mijn stem is daar ook wel het meest geschikt voor. Maar ik zing bijvoorbeeld ook gewoon een ballad of lichte popmuziek. Hoe komt het nou dat je als een... Je bent Indiaans afkomst en je zingt jazz, geen Hindi. Een liedje zoals iedereen. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb ook een tijdje gedacht van... misschien is er wel iets mis met mij. Maar ik kan me herinneren dat ik op de bank zat bij mijn moeder thuis. En zij draaide Hindoestaanse muziek. Okay. En het viel me op dat alle vrouwenstemmen een beetje hetzelfde klonken. En het waren allemaal hoge stemmen. Ja, en klopt. Ze leken allemaal op elkaar. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder van... Mama, hoe kan je hier naar luisteren? Wie is nou wie? Het lijkt allemaal op elkaar. Inderdaad. En toen zei ze, ja, maar het is mooi. En toen zei ik, ja, maar ze hebben allemaal zo'n hoge stem. En toen zei ze, ja, maar dat vinden mensen mooi. Dat is ook mooi. Dus toen dacht ik van, hé, maar misschien wil ik wel wat anders.
mijn zus kwam toen met een liedje van Mariah Carey. Oké. Okay. En het liedje was Hero. Mm-hmm. Heel mooi nummer, een beetje Disney-achtig. En zij liet mij dat horen. En eigenlijk was ik vrijwel direct verkocht. Oké. Okay. Ik vond haar stem zo mooi. En ik ben me toen gaan verdiepen in haar muziek, Mariah Carey's muziek. En eigenlijk heb ik me toen op haar stem getraind. Dus ik ging haar liedjes nazingen en proberen dingen na te doen, zeg maar, zoals zij dat deed. En zo kwam ik erachter dat ik eigenlijk een stem had wat daarvoor meer geschikt was. Ja. Dan die hele hoge Hindustaanse stem. Begrijp ik, ja. Want toen ik ook nog heel jong was, dacht ik, hè? Wie is nou Lata? Wie is nou Asha? Dat wist ik allemaal ook niet. En ze leken inderdaad echt op elkaar. Dat had ik ook. Maar ja, ik hield van die Hindustaanse muziek. En wat jij zingt is ook heel mooi. Oké, okay, Amrita. Wat luister je het liefst naar in je vrije tijd? Het allerliefst luister ik eigenlijk wel naar Indiase muziek. Gek genoeg misschien. Ik luister ook naar bhajans. Ik luister ook wel graag naar Bollywood muziek. Maar ik hou wel van de traditionele Bollywood muziek. Ja. Waar traditionele elementen in zitten. Dus niet dat moderne, dance-achtige muziek. Dat is niet helemaal mijn ding, zeg maar. Ik hou ook van kawalis bijvoorbeeld. Ik hou van ghazals. Ik luister echt van die rustige nummers, zeg maar. Ik hou graag van, ja, ik hou wel van rustige muziek. Maar ik hou ook van traditionele elementen. En als het komt op internationale muziek, dan luister ik dus graag naar lounge. Ik luister graag naar blues, Motown, soul, ook wel naar gospel. En ja, ook wel naar popmuziek gewoon, maar dan echt altijd de jazzy pop. Ja, ja, ja. 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 Toch jouw stijl. Ja. Hmm. Ja, jouw richting. Ik heb wel een eigen stijl, inderdaad. Mm-hmm. Ja. En je hebt ook een, bijzondere stem. The way that I love you. I can't sleep at night. Heb je ook zangles gevolgd voor jazz? Ik heb nooit zangles gevolgd, nooit één op één, maar ik heb wel een tijdje in een gospelkoor gezongen. Ja. Black Gospel Choir was dat. Hey. En heb ik, ik geloof een jaartje gedaan. En dat was een hele leuke ervaring, want daar heb ik gezongen als sopraan. En daar heb ik geleerd om in harmonie te zingen. Mm-hmm. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk als je een duet zingt bijvoorbeeld. En ja, dat was gewoon superleuk. En de leraar die ik had, was een geweldige man. Helaas is hij overleden. Mm, en wie was hij, als ik vragen mag? Stan Lokin. Oké. Okay. In Nederland gewoon? Dat was in Nederland, ja. In Amsterdam. Ja. Oké. Okay. En ik betuig heel veel respect aan hem. Oké. Okay. Zou jij een klein stukje voor ons willen zingen? Je hebt een hele mooie stem, Amrita. Klein... Ja, tuurlijk, tuurlijk. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days and dark secret nights. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful, wonderful world. Oh yeah. Nou, dankjewel Amrita. Het was heel mooi. Echt heel mooi. Mooie stem heb jij. Dankjewel. Je hebt een duet gezongen met een heer. Wie is hij?
Ja, ik heb dit nummer gezongen met Bobby Woods. En hij is een heel bekende soulzanger op het gebied van Motown. Hij komt uit Chicago, Amerika. En is gesetteld hier in Engeland. Hij is een heel ervaren man. Hij heeft gezongen met artiesten zoals Stevie Wonder, Lionel Richie en Marvin Gaye. Mm-hmm. Dus hij heeft wel echt een hele mooie, goede stem, warme stem. Hij is ook echt een professional. Als we de studio ingaan, dan is het ook in één keer bam, gewoon goed. En het was echt super leuk om met hem te werken. Oké. Zijn jullie van plan om meerdere nummers te gaan zingen? We hebben wel wat nummers in gedachten die we willen doen. Op dit moment zijn we beide even druk met wat andere dingen. Maar we gaan zeker nog wel een nummer samen doen. Oké, dat is leuk om te horen. Maar hoe heb je hem ontmoet? Ik heb hem ontmoet op een concert van hem. Ik ging naar een concert van hem. Mm-hmm. En daar zag ik hem dus spelen, zingen, alles doen. En hij zag mij ook. En we hebben toen in de pauze even gesproken met elkaar. Vertelde dus dat ik ook een beetje zong. En dat ik zijn muziek geweldig vond. En nou, toen gaf hij op een gegeven moment een visitekaartje aan mij. En uiteindelijk is het daarna een vriendschap gebloeid. Oh, dat is fijn om te horen. Oké, leuk. Je bent een songwriter. En wat is je ambitie? Je doel? Ja, ik schrijf inderdaad mijn eigen liedjes. Ik heb nu ongeveer 60 liedjes zelf geschreven. Wauw, dat is veel. Dankjewel. Soms heb je inspiratie, soms niet. En op momenten van inspiratie schrijf ik soms wel 3-4 nummers op één dag. Maar het is wel leuk om nummers te schrijven, maar je hebt er niet zoveel aan als je geen goede producer hebt. Ja, inderdaad. Dus ik ben op zoek naar een producer die mijn nummers kan omzetten naar muziek. Dus mensen, als jullie iemand weten of als er een producer nu luistert, dan kun je contact met me opnemen. Hopelijk komt er wat moois van. Oké. Wat voor soort tekst schrijf je? Eigenlijk heel gevarieerd. Want ik wilde me juist niet te veel bezighouden met liefdesliedjes. Mm-hmm. Omdat ik denk misschien wel 90% of zo van alle liedjes die er zijn, zijn vaak love songs. Zijn love songs, zijn gebaseerd op de liefde. Of het nou een verdrietig liedje is of een blij liedje. Maar het gaat vaak over liefde. Ik heb ook wel nummers geschreven waar een stukje humor in zit. En ze gaan niet allemaal over liefde. Ik heb ook nummers geschreven over de kleine wonderen in de wereld. Of dingen die mij bezighouden, die ik speciaal vind. Mm-hmm. Wat rechtstreeks uit je hart komt. Ja, klopt. Het komt vanuit mij en het is wat er op dat moment in mijn leven gaande is. Maar op het moment dat ik mijn liedjes ga publiceren, zul je er alles over horen. Oké, ik ben benieuwd. Wauw dat het zo ver was, Amrita. Leuk, dankjewel. Amrita, een laatste vraag. Heb je nog andere hobby's? Ik heb eigenlijk veel dingen die ik graag doe. Ik hou graag van lezen. Ik lees graag theologische of filosofische boeken. Ik verdiep me graag in geneeskunde of in biologie. Ik heb zelf biologie gestudeerd, dus dat blijft toch wel een passie van mij. Uiteraard ben ik altijd wel bezig met creatieve dingen zoals muziek of iets artistieks. Ik vind het leuk om te knutselen. Okay. Ik heb een kledinglijn ontworpen. Oh, dus als als je een goede kledingmaker... Ja. Wat voor soort... De kledinglijn die ik heb ontworpen is een hele unieke stijl. Ik ben het nog niet ergens tegengekomen, gelukkig. Maar het is een combinatie van westerse en Indiase kleding. Okay. Hele unieke combinatie. Dus dat doe ik graag. Ik hou me ook graag bezig met interieurontwerp. Ik kijk niet graag naar tv. Ik kijk bijna niet naar tv eigenlijk. Ik vind koken wel leuk. Van koken. Vooral als de mensen komen om natuurlijk om te eten. Uh-huh. Ik wandel graag, ik ga graag de natuur in. En ik vind het ook heerlijk om met vrienden uit eten te gaan en te kletsen, te dineren of een filmpje te pakken. Film kijken vind ik dus wel leuk, maar echt achter de tv zitten en kijken, nee. Dat. Maar je hebt ook een hele grote hobby en dat is WhatsAppen. En waarom zeg je dat voor jezelf? Dat is je ook je grootste hobby. Het is echt geen hobby van mij. Maar helaas word ik vaak lastig gevallen door bepaalde mensen op WhatsApp. Eentje zit hier voor me. Okay.
Ja, oké, okay, dan weet ik heel veel van jou, Amrita. Maar de interview ga ik nu beëindigen. Heb je nog wat toe te voegen? Wil je nog iets kwijt? Ja, mensen kunnen meer muziek van me horen op mijn Facebookpagina. En dat is www.facebook.com/ Amrita Jasmine. En Jasmine zal ik even spellen, dat is J-A-Z-Z. M, Griekse I, N. En als je dan naar mijn Facebookpagina gaat en dan op like drukt of op vind ik leuk, dan maak je me heel blij. Dan kun je ook nog mijn andere liedjes horen. Oké, Amrita, bedankt voor het interview. Ik ga morgen weer terug naar Nederland. Ik kom speciaal voor jou hier naartoe. Dankjewel, Poetje. Dat is heel erg gewaardeerd. En dan heb ik je ook gelijk gezien, ontmoet, met jou gesproken. We hebben heel leuk gehad. De vakantie is weer voorbij. En tot ziens dan maar weer. En bedankt voor het interview. Dankjewel, Poetje. En dankjewel voor het uitnodigen. Graag gedaan, Amrita G. Dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay. Bye bye. Bye. Doei allemaal. En bellen, hè? Bel snel, want een beller is sneller. Dit is Zaan Radio. Overal in de Zaanstreek. Een hele goede avond. Overal in de Zaanstreek. Dit is Zaan.